Universiteit van Nederland. Scholieren krijgen ieder jaar gemiddeld 102 toetsen. Als je de weekenden en vakanties ervan afhaalt, betekent dat dat je om de dag een toets hebt. Maar elke twee dagen een toets is niet de manier om iets te leren. Sterker nog, het werkt averechts. En daarom moet het anders. Uit onderzoek weten we, en dat kennen we natuurlijk ook allemaal, dat de meeste scholieren een dag van tevoren beginnen met het leren voor een toets. En het werkt. Het is een uitstekende manier om een hoog cijfer op een toets te halen. Maar na een paar dagen ben je echt alles alweer vergeten. Als je iets langer wilt onthouden, zodat je er in de toekomst nog wat aan hebt, kan je veel beter gespreid leren. Gewoon elke dag of elke week een beetje en dat herhalen. Als je twee sessies van een half uur verdeeld over een week vergelijkt met een uurtje stampen, dan zie je dat mensen na een maand ongeveer 20% meer herinneren als ze gespreid hebben geleerd. Maar als je alleen leert voor een cijfer op een toets, dan geldt juist het omgekeerde. Dan leidt een uur stampen, de avond van tevoren, tot een 20% hoger cijfer dan twee sessies van een half uur verdeeld over de week. Met onze huidige manier van toetsen testen we op een manier waarvan we weten dat je het op het ene moment wel goed kent, maar dat je het over een week toch alweer vergeten bent. Dat is eigenlijk ontzettend ouderwets en zonde van je tijd. En dan hebben we het nog niet eens over de examenstress, blackouts tijdens toetsen en faalangst, waar veel leerlingen mee kampen. Kortom, weg met die overhoringen. Hoe moet het dan wel? Nou, je kan ook het studeergedrag beoordelen. Dus hoe iemand leert. Want vaak leren studenten door zichzelf te testen. Eigenlijk door mini-overhoringen. Bijvoorbeeld door het afdekken van een rijtje woorden en dan te checken of je het kent. Wat is het Franse woord voor hoofd? La tête. Ja, klopt. Of natuurlijk met behulp van kaartjes. Met vragen die je om kan draaien voor het antwoord. Welk verdrag beëindigde de Eerste Wereldoorlog? Het verdrag van Versailles. Ja, klopt weer. Inmiddels hebben we veel digitale tools waarmee we in kaart kunnen brengen hoe goed jij informatie beheerst. Je kent ze zelf misschien ook wel, die overhoorprogramma's waarmee je checkt of je het goed of fout hebt. Waarom gebruiken we die informatie eigenlijk niet? In ons onderzoek hebben wij gekeken naar dit soort programma's en hoe we die kunnen gebruiken om je te beoordelen. Om dat te kunnen doen, moeten we wel nog een stapje verder gaan. En niet alleen kijken naar goed of fout, maar ook naar je reactietijd. Hoe lang moet je eigenlijk nadenken over een antwoord? Wat is de hoofdstad van Zweden? Stockholm? Ah, 2 seconden. Dus dat betekent dat je het antwoord nog niet zo heel erg goed kent. Anders had je wel direct Stockholm gezegd. Maar ook de intonatie van een antwoord kan je daarin meenemen. Als je twijfelachtig antwoord geeft, Stockholm? Dan weet dat programmaatje dat je de stof net iets minder goed beheerst. En als je vol zekerheid antwoordt met Stockholm. Net als een goede docent kunnen slimme overhoorprogramma's op deze manier bepalen of jij alle feitjes goed en snel kent. Want uiteindelijk gaat het er niet om wat voor cijfer je krijgt, maar vooral of je de stof beheerst en daarmee al je vinkjes hebt gehaald. We onderzoeken zo'n methode nu op de Montessori-school in Amsterdam. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, stel, ik ben een leraar aardrijkskunde. En ik zeg tegen mijn klas, deze maand moet je 3 vinkjes halen voor dit vak. Maar er moeten altijd 2 dagen zitten tussen het halen van een vinkje. We zien dat de meeste studenten direct beginnen en iedere week een vinkje halen. Maar zelfs de uitstellers onder ons moeten met deze methode minimaal 1 week van tevoren beginnen. Want anders redden ze de vinkjes niet. Daarnaast kunnen scholieren hun tijd ook beter verdelen over de stof die aandacht nodig heeft. Stel je bent 2-talig opgegroeid en je spreekt vloeiend Duits. Dan ben je snel klaar met je woordjes Duits. En daarmee kan je snel door naar de vakken die je wel moeilijk vindt. Door dit systeem hebben leerlingen ook minder stress. Want nu blijven veel leerlingen in onzekerheid. Ik heb wel geleerd, maar ken ik het echt wel goed genoeg voor morgen? Met deze vinkjes krijg je direct antwoord. Je kent het, stop maar met studeren. We hebben hier nu flink mee geëxperimenteerd en om de resultaten eens goed te vergelijken met de normale toetsmomenten, hebben we deze leerlingen na het behalen van de vinkjes een onverwachte toets gegeven en wel een cijfer gegeven. En wat zien we daar? De leerlingen haalden een heel punt hoger op hun toets dan de leerlingen in de vorige jaren die niet met het vinkjesysteem werkten en een gepland examen kregen, een 7,6 in plaats van een 6,5. Dus zelfs zonder de dreiging van het tentamen wordt er beter geleerd met een nieuwe manier, waarbij op basis van de correctheid en snelheid wordt bepaald of je het kent. En daarmee automatisch het leren spreidt. Kortom, laat die toetsen maar achterwege. Het is tijd voor een nieuw systeem. Wat doe jij als je ongepast gedrag op het werk ziet? Ik ben Ivana Vranjes, psycholoog. En in de volgende aflevering vertel ik je waarom het niet altijd een goed idee is om direct in te grijpen.